Goedemorgen, Maal. Het is vandaag maandag. Ik zit in de trein onderweg naar Sage. En ik ga vandaag een hele leuke video filmen van mijn eigen YouTube-kanaal. En ik ga vanavond naar Pilina. Anna en Mario. En dan blijf ik van zo lang slapen. Het is een hartstikke leuke dag. En onderweg. Dus vandaar, dit is op straat. Undercover. Ja, ik ben nu met Sie en we gaan filmen. Yay. Ik denk dat de video staat al live. Mag je al zeggen waar dat dan over is? Ja, dat mag het. Ja, want de video staat al live. Dus we gaan filmen met de creditcard. Ik ga een hele dag zonder limiet shoppen, kerstcadeautjes shoppen. Ja, we zitten op de Keizergracht, dus het is echt 2 minuten lopen. Super chill. Ja, heerlijk. En ja, dat wordt de dag. En Leila is lekker mee. En Leila is mee. Ik ga er lekker afmatten, zodat ze straks in de buidel ligt. Terwijl wij aan het lunchen zijn. Ja. Leuk. Oh Leila, dit is niet handig. Jongen. Er zit echt een hele dag op. Ik heb de hele dag een video gefilmd. Ik heb dus onbeperkt geshopt vandaag voor kerst. Ik heb echt niet normaal veel gehaald. En ik heb ook nog online geshopt. Ik ga nu naar Anna. En daar gaan we gezellig eten. En Sie, die gaan we brengen. En ik ga bij de slapen. Ja. Echt lief. Ja, ze is zelf uitgenodigd, hè? Ja, klopt. En ja, morgen gaan we dus toch weer samen naar kantoor. Dus het komt helemaal chill uit. Oké, jongens, ik heb echt het meest leukste kerstcadeautje ooit. Die ik alvast aan jullie ga laten zien. Sneak peek. Ik heb hele vette, gaaf, mooie Jordans mogen ontvangen van de Patta Company. Ja, ik ga ze even unboxen en dan komt er ook iets heel erg leuks voor jullie aan. Ik heb dus hele mooie Jordans mogen ontvangen van de Patta Company. En look at these babies! Oh my god! Ik vind deze kleur echt amazing. Deze veters zijn ook echt geweldig. Groen of wit kan natuurlijk ook nog om wat simpeler. Maar ik vind juist die kleurtjes juist echt geweldig samen. Oh my god, dit is toch wat je wil. Meteen, ik heb ze even gepast en ze passen perfect. Ik ga ze zo meteen even op een goede manier strikken. Ik ga even een tutorial opzoeken op YouTube. Maar, I love it. I'm obsessed. Ik heb zelf nog niet eens Jordans en dit zijn de eerste die ik wil. Ik wil ze echt al fucking lang, maar ik ben zo blij. Dit is echt ver weg het beste cadeautje die ik heb van kerst. Maar goed, laat ik nou ook iets superleuks voor jullie hebben. Zoals ik natuurlijk wel vaker aangeef in mijn vlogs. Ja, ben ik jullie super dankbaar. Dit had ik allemaal niet gehad zonder jullie. En daarom heb ik eigenlijk een heel erg leuk cadeautje aan jullie terug te bieden. Eigenlijk als bedankje voor alle support van afgelopen jaar wil ik jullie ook een kerstcadeautje geven door een giveaway. Ik ga samen met de Patta Company ook een paar schoenen weggeven. Dus eigenlijk gewoon een bedankje van mij naar jullie voor de kerst. Ik wil eigenlijk gewoon een bedankje geven en jullie de mogelijkheid bieden om ook een paar Jordans te winnen. De giveaway wordt via mijn Instagram gedaan. Dus wil je meedoen, check mijn Instagram. Het is @sarahverwoerd. Er staat een foto op mijn Instagram. En daarin staat wat je moet doen. Maar ik zal het hier ook nog even zeggen. Je moet natuurlijk de Patta Company volgen. Je moet mij volgen. En dat is eigenlijk het enige wat je moet doen. Alleen kan je natuurlijk ook meer kans maken. En dat is door mij te supporten en door op mijn YouTube kanaal te volgen. En dat is het eigenlijk. Verder, om te weten dat je meedoet, moet je even een leuk verhaaltje onder mijn Instagram foto zetten. Zodat ik een leuke winnaar kan uitkiezen. En ja, ik wil het natuurlijk gewoon zo eerlijk mogelijk doen. Maar ik ga al jullie leuke verhaaltjes dan lezen. Waarom jij denkt dat jij dit kerstcadeautje hebt verdiend. Dus eigenlijk heel simpel. Wil je gewoon normaal meedoen, mij volgen en de Patta Company volgen op Instagram. En wil je nou meer kans maken, support me dan door te volgen. Of te abonneren op YouTube. Maar dat heb ik natuurlijk al lang gedaan. In ieder geval, I'm freaking happy.
Ik ga zo leuke foto's ermee maken. Can't wait. Bam. Ik heb de veters gestrikt. Kijk hoe geweldig ze eruit zien. Ik vind het echt heel erg leuk met dat oranje. Ja, ik ben echt obsessed. Love it. Ik heb trouwens maat 39, maar het verschilt natuurlijk per persoon. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Het is dinsdag. Ik ben wakker geworden bij Siel, want gisteren was ik bij Anna Marel. Dat was bij Anna, met Maro. Lekker gegeten. Ik heb helemaal niet meer gevlogd daar. Maar het was super gezellig. Het is nu 8:30. En ik mocht lief bij Siel slapen. Lekker naar Amsterdam. Want anders was ik echt nog laat naar huis. En dan nu weer. Hey, lekker door. Dan gaan we af. Ik ben al helemaal ready. Ik heb gedoucht, opgemaakt, alles. Dus ik denk dat we nu naar kantoor gaan. Ik ga lekker werken. Hallo allemaal, het is inmiddels 1 uur. Heel ochtend aan het werk. Ik ben nu alleen op kantoor, want Merel en Cecile hadden samen een meeting. En Cecile is naar Merel, want Merel is ziek. Dus hij is weer thuis. Ik heb even eten besteld. Ik heb lekker een bagel besteld bij een of andere bagelstand. Heel erg benieuwd. Oké. Ziet er best goed uit. De Everything Bagel met avocado, kip, sla, pijnboompitten, saus. Die mosterdsaus. Fucking lekker. Ik dacht dus dat er ook pesto op zat, maar dat was niet. Ik vind dat er ook wel echt fucking weinig avocado op zit. Net nog helemaal blij en nu nog zeuren. Ja, that's my life. Ik heb pesto gepakt. Hier ga ik dat gewoon op doen. Als dit nog goed is. Ik weet niet of ik dat. Ik ben de hele dag hier aan het werk verder. Dit is hem. Ik ben heel erg benieuwd. Die van de bagel was. Een beans. Zeg. 500 keer lekkerder. Maar echt 2 keer zo duur. Was echt 15 euro voor 1 bagel. Hier was het 8 euro. Heel raar. Wel lekker, maar niet heel bijzonder of zo. Niet dat ik denk van wow, ik ga hier echt nog een keer bestaan. Vanavond ga ik eindelijk weer naar huis. Ik ben echt gewoon een paar dagen niet thuis geweest. Dan heb ik hier bij Stan. Maar bij Stan slapen is hetzelfde als thuis slapen. Nou, bijna hetzelfde. Want ik voel me heel erg thuis. Maar thuis heb je wel gewoon echt al je eigen spullen en zo. Ik heb wel honger hoor. Ik vind het lekker dat ik vanavond gewoon lekker naar huis ga. Dat chill. Veel te doen. Vanavond is je vrij en ze zijn erbij. Cecile is de telefoon vergeten. Even appen. Doei. Ik vind mijn nieuwe stage trouwens ook echt fucking leuk. Nog steeds zo aan het doen. Helemaal onder. Wordt niet goed. Ik ga zo kijken waar ik dit heb besteld. Ik vind het niet per se een aanrader. Ik ga besteld bij Tony New York's. Wat is dat nou? Tony New York City Bagels. Ja. Ja, bagels en beans lekker. Ik hou wel echt van bagel. Ik had ook iets van een pokeball of zo kunnen bestellen. Het is ook zo snel vol van hoor. Nou, het is in ieder geval wel prima. Ik geef ook mijn geld echt alleen maar uit aan eten. Echt bizar. Ik wil ook gewoon vanmiddag lekker een koffietje halen of zo. Hey! Hey, schat, echt dom hè? Ja, ik zag een licht. Ik denk, oh nee. Ja, ik ga hier een koffietje drinken en dan haal ik mijn telefoon zo. Ja, is goed. Oké. Oh, gisteren had ik een quiche. Die was fucking lekker. We hadden eigenlijk echt een quiche moeten bestellen. Ik twijfel gewoon echt om gewoon een quiche bestellen. Ik wil lekker voelen. Nee, ga ik niet doen. Ik slaap echt nergens op. Still working. Oh, ik heb het koud opeens. Ik ga zo meteen even lekker een wandeltje, kleine wandel doen en even koffie.
koffietje halen. En hier, ik had ook een gembershot gehaald. Echt iedereen is namelijk ziek en ik denk, ik wil niet ziek worden. Ik heb zoveel leuke dingen. Ik ga volgende week naar Düsseldorf en die week daarna ga ik naar Parijs. Niet normaal. Oh, dit was echt heftig. Ik ben aan het editen. Guys, let's sit and have a chat. Ik heb namelijk echt iets super chills de laatste tijd uitgevonden. En oh my god, I'm obsessed. Het is een app, het heet Hadza. Het is te downloaden op de App Store. Ja, ik heb gewoon altijd het probleem dat ik dingen in mijn hoofd heb en wil en het weer vergeet. Ik heb zo het volle hoofd en denk ik, oh ik wil dit en ik wil dat en zus en zo. En 3 seconden later ben ik het gewoon weer kwijt. Op deze app kan je dus een profiel aanmaken met borden. Ik heb bijvoorbeeld kerstoutfits, interieur, kerstcadeaus. En je kan deze borden dus ook delen met andere mensen. Je hebt super veel winkels op. De H&M, de Hema, maar ook de Blokker, Xenos, Quantum voor het interieur. Echt van alles. Het is dus eigenlijk gewoon een online shopping buddy. Waar je alle items op kunt bewaren die je misschien wel wil gaan kopen. Je kan het dus gewoon handig en overzichtelijk duidelijk structureren en bewaren in je shoppingboard. Nou, zoals je hier kunt zien heb ik mijn profiel. Ik heb dus vooral kerstcadeaus. Ik heb even inspiratie opgedaan, want ik weet nooit cadeaus. Echt, ik vind cadeautjes geven het leukste wat er is, maar zelf een cadeautje ontvangen, ik weet nooit wat ik wil. En op zo'n app, nou, heb je super veel inspiratie, dus dat is echt super chill. Ook kerstoutfits, ik vind het zo lastig om aan te doen. En ik heb echt super veel leuke jurkjes voorbij zien komen, dus die heb ik er ook in gezet. En ja, dus dit is echt een super chill app, wat je bijvoorbeeld ook met je gezin kan aanmaken. En dat je dan allemaal kerstcadeaus erin doet en dan kan kijken wat iedereen wil. Het is eigenlijk een soort verlanglijstje. En ja, een handige, gestructureerde manier om bijvoorbeeld nu met je kerstcadeautjes te kijken wat iedereen wil, wat je zelf wil, inspiratie op te doen. Je kan ook naar andermans hun borden kijken en daar inspiratie op doen. Dus dat is echt ideaal, want het bedenken van een cadeautje is soms zo moeilijk. Wat dus handig is voor met de kerstcadeautjes, is dat je de borden kan delen met andere mensen. Dat je kan communiceren op de items. Je kan aangeven dat je bijvoorbeeld al hebt gekocht, dat het niet dubbel wordt verkocht. Dus ja, het is echt mega chill. Nou, het is ook heel chill dat Hadza prijsupdates geeft. Dus je krijgt een notificatie op je telefoon als een prijs is gedaald. Ben je nou benieuwd wat ik op mijn borden plaats en welke dingen ik heb? Maak dan zeker een profiel aan en volg me. En jullie krijgen ook altijd meldingen als ik bijvoorbeeld updates geef op mijn bord. Dus dan kunnen jullie eigenlijk altijd zien als ik denk van, oh, ik heb iets nieuws wat ik wil. Dan krijgen jullie daar een melding van. Dus ja, ik vind het echt een uitvinding. Ik heb de afgelopen weken echt super veel gebruikt. En het heeft me ook echt geholpen met kerstcadeautjes uitzoeken. Dus dit is mijn profiel, Sarah Verboert. Hier zijn de producten die ik wil. Hier heb ik een paar borden. Gewoon de shopping buddy die je nodig hebt. Vooral nu er zoveel op de website te vinden zijn en er zoveel online is, is het echt een makkelijk gestructureerde ding. En ik hou van structuur. Dus ja, check it out, zou ik zeggen. Download de app, follow me en laten we elkaar volgen en elkaar inspireren, want I need it. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag. Nee, heb je nog helemaal niet gevoeld. Nee, echt, sinds gisteren. Goedemorgen. Nee. Goedemorgen, het is 2:30, pardon 2. Super gezellig, want Nien en Anne waren vandaag bij mij op kantoor. Super gezellig. En we gaan nu even lekker lunchen bij Hicks Dinner. Ik heb het er al vaak gegeten, is echt niet normaal lekker. We zitten nu ik heb er zin in de taxi. Niet normaal voor trek. Ik ook. Ik heb echt nog niks gegeten zowat. Niet best. Ik ben net gewoon tegen mijn hoofd aangeslagen door een bijfietser. Ja, heel raar. Jumbo City? Ja, daar hadden we wel heel veel boodschappen. Wat leuk! Ja. Ga je dan helemaal hierheen lopen? Nee, scooter. Oh ja. Maar helemaal gezellige dag. Hey. Leuk. Nu al. Jongens, we zijn al zo een... Proberen of hè? Zijn jullie Jij zit alleen met feestje. Ja, ik zit alleen met feestje. We zitten bij Hicks Dinner. Ik word getroffen door een beetje. Kijk hoe cute dit is. Ja, we hebben echt heerlijk gegeten, alleen hebben we niet gefilmd, dus dat is jammer. Maar... ja, en we hebben hier een lekker koffietje. We krijgen het zit in de Haarlemmerstraat. Ook zo'n lekker bekertje. Ja, maar kijk hoe cute het hier is. Lekker allemaal, hè? Heerlijk. Kun je lekker naar buiten kijken. Mooi menu. Helemaal leuk. Mooi menu. Hoor je het niet? Mooi op.
Je zei het ook zeg maar een beetje onderhuid. Onderhuid. Ondermond. Binnenmond. Joh. Binnenmond. Onderhuid. Wat is dit nou weer? Onderhuid, ondermond. Nee. Oh. Ja, ik wou net zeggen. En je bent een influencer. Oh, dit is dan niet normaal. Mag ik... Deze cheesecake is niet normaal. Weet je waar ik vandaan kom? Cheesecake. Nou, dit is cheesecake, echt... Cheesecake. Ik heb nog nooit zo'n lekkere cheesecake op. Doe eens uit. Nee, maar ik heb oprecht nog nooit zo'n lekkere... Ik heb oprecht... Ik kan er best nog wel een keertje. Ja, zo'n lekkere weet cheesecake ik op. Dat lange... Mensen die mij niet kennen, die denken dat ik een relatie heb op voor 2 jaar nu. Maar dit moet je er echt opzetten, dat is leuk. Hier staat ook echt een knappetje. Ja, ja. Niet normaal. Kijk, hè? Hij was niet. Nee. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag 9 uur. Het is vandaag donderdag, wou ik zeggen. Zo. Het is weer tijd om mijn nagels te doen, want ze zijn echt helemaal lelijk geworden. If you can see. Dus heb ik onderweg en ik werk vandaag verder thuis, want ik moet aan mijn schooldag zitten. Dus ja. Oh my god. Ik laat mijn nagels altijd doen in Alfa. Er zit een meisje en ze kan het echt fucking mooi en goed. Dus ben ik altijd heel blij mee. Wacht, ik moet even auto rijden, jongens, want dit vlog en is het zo goed. Maar het is altijd wel dichtbij mij. Het is echt 10 minuutjes rijden of zo. Mensen, ik woon. Mensen die denken altijd die Alfa kennen, Alfa aan de Rijn. Ik woon niet in Alfa aan de Rijn, maar ik woon wel dichtbij. Maar ik ben nooit, echt nooit in Alfa aan de Rijn. Alleen voor mijn nagels bijvoorbeeld. Of als ik echt naar de toko moet. Of nou, ik ben echt nooit naar de toko gaan. I don't know wat ik zeg. Maar ik kom er echt nooit. Ik heb wel op de basisschool gezeten. Maar goed, goed verhaal. Ik ga lekker mijn nagels laten doen. Alright guys, ik ben inmiddels terug. Het is al 3 uur. Ik heb de hele ochtend gewerkt, geëdit. En mijn nagels zijn zo mooi geworden. Check it out. Ik ga het even in het zonlicht laten zien. Glinsterde helemaal. Ik heb een French tip in het goud. Dus wel subtiel, maar wel heel mooi. Het is inmiddels alweer 4:30. Ik heb echt de hele dag aan de video gezeten. Het duurde echt super lang, maar het is wel echt heel leuk geworden. Zo, check it out. If you need some inspiration. Ik ga nu een andere video editen, die ook online moet. En ik moet eigenlijk veel delen gaan mijn afstudeer voorstellen, maar het is gewoon niet gelukt. Alright, het is inmiddels avond. En ik ga vanavond een video opnemen met Isabelle en Bo. We hebben namelijk op Shein onze Christmas wishlist geshopt. En die gaan wij jullie laten zien. Dus... Maar die komt wel... Ik denk dat de video online staat, weet ik niet zeker. Ik hoop het voor mezelf. Het zou veel zijn. Ik ga me daarom eventjes snel opmaken. Want ja, ik moet natuurlijk wel fliekie uitzien op de video. Ik ga niet in mijn kop zonder make-up. Kop zonder make-up. Make-up zonder... Nou. Ik weet niet wat ik zeg. Maar ik wil ook maar niet te veel. Want anders ga ik weer echt fucking erg leaken voor 1 video. Nou ja, dat gebeurt wel vaker. Maar maakt niet uit. Ik heb echt super veel zin om de video op te nemen. Want ik kon niet wachten. Ik heb allemaal leuke glitterjurkjes en zo. Echt amaze. Maar ik kan er echt niet op wachten. Ik wil het allemaal zien. En die doos staat echt gewoon een week in mijn huis. En dan denk je echt, oh my god. Ik wil het nu openen. Dat is altijd zo vervelend aan samenwerkingen. Zo, het is wel een beetje overbelicht. Ik weet niet meer waar ik nu was. Oh ja, dat als je een samenwerking hebt en het pakketje komt binnen, kan je niet, weet ik wat, meteen openen. Maar dat kan niet. Dan laat je niet wachten totdat je een video gaat opnemen. Maar ja, het is wel altijd heel leuk om een video op te nemen. In ieder geval, ik vind dat heel leuk om het dan lekker over te delen en te praten. En helemaal enthousiast over te worden. Morgen heb ik een leuke dag. Want morgenavond heb ik Sinterkerst met Isabel en Bo. En hebben we allemaal cadeautjes voor elkaar gekocht. En gaan we lekker eten. Echt fucking uitgebreid eten. We gaan allemaal cocktails maken en zo. Dus het wordt echt tering leuk. En overdag ga ik lekker naar stage. Ik heb nu al weer zin. Ik ben de dag niet geweest. Dus ik heb al weer zin om te gaan. Ik denk dat we ook heel veel voorbereidingen gaan doen. Voor de Christmas Boozy Brunch. Die hebben we zaterdag. Dus dat wordt ook echt fucking leuk. Ik heb er echt heel veel zin in. Volgende week ga ik naar Düsseldorf. Naar een kerstmarkt. Ook helemaal mees. Ja. Echt alles is helemaal geweldig. Ik heb helemaal zin. Daarna is het kerst. En daarna na kerst ga ik naar Parijs. En dan is het oud en nieuw. En dan is het nieuwjaar. Nou, ik heb echt aankomende 2 weken alleen maar leuke dingen. Ik kan niet wachten. Ik heb er zoveel zin in allemaal.
Echt, als ik geen bronzer had in mijn leven, nou, dan was ik echt een lijk geweest. Een lifehack. Ik heb sinds de laatste tijd ook deze nieuwe dewy, super dewy liquid blush. En I'm obsessed. Ik gebruikte dus nooit liquid blush. Ik gebruikte sowieso nooit liquid dingen. En sinds ik liquid bronzer en blush gebruik, is het echt mijn make-up verbeterd. Omdat je toch een soort onderlaagje van het product al hebt zitten. En ik doe ook gewoon echte bronzer en blush eroverheen. Maar heeft het toch een sterkere basis of zo, heb ik het idee. Dus dat vind ik echt heel erg fijn. Sowieso droeg ik een beetje wel vroeger nooit blush. Nu wel. En ben ook echt geobsedeerd geworden door blush. Ik vind het zo koud. Het is echt niet normaal. Ik kom ook de hele dag stil zitten. Ik merk echt als ik een dag thuis werk, dat ik gewoon met niemand praat. En dan zo een ander persoon ben of zo. Ik weet niet. Het is echt gek. Ik heb de hele dag gewoon geen contact. En als je op kantoor zit en op werk is het zo anders. Ik ben echt zo blij dat ik gewoon dat heb, zeg maar. Dat ik gewoon elke dag naar kantoor kan. En niet weer elke dag thuis zit. Ik vond dat vorig jaar echt vreselijk. Ik vond dat helemaal niks. Ik vraag me af, zitten veel van jullie thuis? Hoe gaat het met jullie? Ik kan me echt voorstellen als je gewoon elke dag thuis zit door school, dat het echt super saai kan zijn. Ik hoop dat jullie een beetje de winter doorkomen. Officieel is het nog niet eens winter. Dat zie ik altijd aan december. Ik heb ook een nieuwe favoriet. Deze Anastasia Blush. Zo bizar gepigmenteerd. Echt obsessed. Gewoon, I love it. Eigenlijk meer dure make-up producten. Ik merk dat ze veel beter helpen. En je er veel langer mee kunt doen. Dus in verhouding is het eigenlijk ook goedkoper. Als dat je altijd van die goedkope productjes koopt van tientje of zo. Ik kan beter iets van 30, 40 euro kopen. Waar je echt veel langer mee kan doen. Omdat het gewoon veel meer gepigmenteerd is. Ja, vroeger had ik er gewoon geen geld voor. Ja, als je 15, 16 bent, kan je dus gewoon een halve maand salaris, zeg maar. Je wel mijn halve maand salaris was wel. Misschien wel een grappig feitje om te vertellen. Ik heb heel lang in de supermarkt gewerkt. En ik vond het vreselijk. Ik werd daar echt depressief of zo. Nee, ik vond het zo kut. Echt, ben zo blij dat ik dat niet meer hoef te doen. En ik ben ook gewoon bizar dankbaar dat dit mijn baan is. Het is toch te raar om te beseffen gewoon. Ik besef het eigenlijk ook heel vaak niet. Dat het allemaal zo snel gaat en mezelf. Maar ik weet zeker, over 5 of 10 jaar als ik hier naar terugkijk. Misschien als ik 80 ben, dan denk ik, wat de hel. Dat was mijn baan. Hoe bizar geweldig. Ik hoop ook echt dat ik dit gewoon helemaal even kan blijven doen. Want ik geniet er elke dag van. Dat het echt. Ik sta er zelf ook gewoon te weinig bij stil. Hoe erg ik er eigenlijk van geniet en hoe leuk ik het vind. En dat is zonde, want dat moet je echt altijd blijven doen. Ik denk ook echt dat de key van dit werk doen is dat het echt je passie moet zijn. Want je bent er constant de hele dag door mee bezig. En het heeft minder en leuke dingen en leuke dingen. Maar ja, daarom moet het wel echt je ding zijn. Want als het niet je ding is, dan ja, succes ermee. Dan ga je het niet lang volhouden. Ik denk dat ook heel veel mensen het onderschatten. Ik denk als je het begint, op een gegeven moment ga je echt wat tegenaan lopen. Dat je denkt, wow. Maar vroeger dacht ik er ook zo over. Ik dacht, die influencertjes, lekker chill geld verdienen, dit en dat. Maar het is echt bizar hoe hectisch je leven kan zijn. En dan heb ik het over mezelf, terwijl ik nog niet eens groot ben. En dan denk ik echt, we moeten die grote mensen wel niet ervaren. Wat voor druk en stress gewoon. Dan ben ik ook wel echt een stresskip voor mezelf. Ik stress echt om alles. In ieder geval, ik stress niet om dingen in het leven, maar ik stress om dingen die ik moet doen. Ik denk, oh my god, ik moet dit doen en dit doen en dit doen. En mijn hoofd overvol en word ik. Terwijl ik echt een fucking deal persoon ben. Dus word ik dan nog stresser van. Dan denk ik, waarom moet ik zo doen? Want ik ben helemaal niet zo. Nou, dat dus. Dat is mijn levensverhaal. Hoe is jullie leven? Ik ben echt benieuwd hoe het met jullie gaat. Want ik vind het altijd echt het leukst om met jullie te kletsen over het leven. En contact met jullie te hebben. Ik vind het namelijk zo bizar dat er gewoon mensen naar me kijken. Ik vind dat nog steeds zo bizar. Ik denk dat je dat altijd gaat houden. Dat mensen gewoon naar je vlogs kijken. Dat je denkt, hoe kan dat? Voor mijn gevoel praat ik gewoon altijd lekker tegen mijn vriendinnen. Maar ik vind het echt geweldig om berichtjes van jullie te ontvangen. En te lezen hoe leuk jullie het vinden. Echt, daar doe je het gewoon voor. Echt, daar doe ik het gewoon echt, echt voor. Als ik dat lees, dan denk ik echt, ja, dit is gewoon precies de reden dat ik het doe. Zo leuk. Ik kreeg ook echt super veel lieve berichtjes op dat ik in een vlog had verteld over een beetje positiviteit in je leven. Een positieve mindset en zo. En ik heb er zoveel leuke reacties op ontvangen. En ik denk ook echt eigenlijk dat ik daar gewoon meer in moet doen. Want dat deel laat ik niet heel vaak zien op mijn YouTube kanaal. Maar ik sta heel erg positief in het leven. En ik merk ook,
ja, dat mensen om me heen dat vaak waarderen en zo. Bij jullie ook. Ik kreeg meteen al berichtjes van, wow, dat wat je zei heeft me echt beseft dat ik... Ja, dat heeft me gewoon andere gedachten gegeven. En het is allemaal mindset, jongens. Alles wat er in je leven bestaat, zit allemaal in je hoofd. En zoals als ik stress heb, zit allemaal in mijn hoofd. Daarom is het soms belangrijk om gewoon even te relativeren. Dat je denkt, oké, hoe erg is het nou? Hè? Let it go. Waarschijnlijk over een paar weken ben ik het al lang weer vergeten. Nou, dan ga je toch niet helemaal je leven eraan verwoesten. Dat je zo kut over gaat voelen. Terwijl voor een paar weken denkt iedereen toch, bye, whatever. Zo, ik heb het echt super snel gegaan dat ik met jullie aan het klussen ben. Ik ben al bezig met mascara. Nou, dat ga ik vaker doen. Hij gaat het heel goed, zoals ik zei. Maar ook mijn ups en downs, hoor. Echt, mijn leven is ook niet altijd een 10. Sowieso is het nooit een 10. Altijd kan het beter. Nee, dat vind ik ook wel niet. Maar je moet ook tevreden zijn met jezelf. Maar ik bedoel, in je ogen altijd beter. Maar nee, ik heb in ieder geval op het moment echt niets te klagen. Alles gaat echt mega goed. Dus daar ben ik heel blij mee. Alleen het is gewoon heel druk. Dat ik heel, heel druk ben. En het is soms gewoon een beetje kut. Maar we komen er wel. We komen er wel. Zo gezellig filmen met die meiden. Ook helemaal zin in. Dit zijn echt momenten in mijn leven. Dat mijn leven niet meer zie zitten. Nee, dat is ook weer overdreven. Het is 12 uur. Ik moet morgen vroeg op voor mijn stage. Ik moet alles nog doen. De hele kamer is één teringzooi. Oh. Mijn kut eraf halen. Het was opruimen. Het was wel echt een super gezellige avond. We hebben echt 12 uur. We hebben echt van 9 tot 8. Van 8 tot 9. Of... Vier wijn op. Alleen maar gekletst. Dat is super gezellig. Morgen heb ik ook weer de hele avond met die meisjes. Super leuk, maar ik ga alles opruimen. Want... Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Het is vandaag echt een geweldig leuke dag. Want morgen hebben we dus het kerstdiner hier op kantoor. En we zijn helemaal bezig met de voorbereidingen. Nou, dit is echt nog maar een heel klein deel. Maar dit zijn alle ballonnen. We gaan leuke servetten vouwen. We komen allemaal eten. En tafels en bloemen. En... We hebben leuke kaartjes die we gaan schrijven met persoonlijke berichtjes. Helemaal geweldig. En vanavond heb ik kerstdiner met Isabel en Bo. Ook superleuk, maar dat heb ik natuurlijk al gezegd. Daar heb ik ook echt mega veel zin in. En ik hoop dat gewoon die tafel zo snel wordt geleverd. Dat we alles kunnen klaarzetten en zo. Dus ja, helemaal leuke dag. Leila is heel erg bang voor ballonnen. Ja! Ze wordt helemaal wild gewoon. Ja, dat is het. Leila, klaar nu, kom op. Dit zijn mijn vrienden. Ze zijn lief. Ballonnen zijn lief. Oh, wat ben je ballonnen. Oh, dat staat echt precies op de vlog. Ja, ben je blij? Ja? Ja? Want? Wat is er? Oh. Zijn dit die tafels? Ja. Wel smal. Nee, maakt niet uit. Ja, maar dan lijkt het smaller. Ja. Oh yeah! Alle spullen voor morgen komen. Maar die kan toch nooit op tafel? Dan wordt er iemand verbrand. Nee, maar dit... Nee. Dit gaat... Ja, of het moet op de grond. Wacht, hier zijn we weer. Misschien moeten ze gewoon op de grond. Ja, ik mag gewoon lachen. Geen Erika. Hey! Yeah, let's go! Guys, ik ben helemaal ready voor vanavond. Ik heb dit leuke jurkje aan die ik gisteren van Shein had. Mooie oorbellen in. Helemaal flieke make-up. Woo! Helemaal ready to go. Allemaal leuke cadeaus heb ik. Let me show you. Tada! Ik ga. Oh nee, wacht. Ik laat eens mijn complete outfit zien. Ik heb er ook mooie hoge laarzen bij. Love it. Nou jongens, we zijn bij Bo. En dit is echt niet normaal. Ze heeft echt zo haar best gedaan. Helemaal een mooi menu. Het lijkt wel een 21 dinner.
En echt een tafel vol cadeaus. Het slaat echt weer helemaal nergens op. Maar echt super leuk. Dus... Heb je een cadeau, klein cadeautje, Anne? Niet. Schattig. Oh. Maar dat is gewoon, dat is toch niet. Wat leuk. Nou, dit wordt echt helemaal geweldig. Oh my god, het voorgerecht. Spicy tuna, hoe noem je het? Sensation likker. Spicy tuna, tataar met avocado. Oei, 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 wat goed dit. Lekker aardbeienscroppinootje. Nou, cheers meiden. Cheers. Ja, echt heel zielig. Heel lekker. Even nog een keer. Yes. Oeh, lekker sausje. Truffel sausje. Pastatje. Oh, varkenshaas. Niet normaal. Yum yum. Lekker hoofdgerecht. Mm. Truffelpasta met varkenshaas. Nou, schiet mij maar neer. Schiet mij maar neer. Dit is zo lekker. Ja. Die truffelpasta is ook zo lekker. Nieuwe varkensnapper. Hey! Oh. Jij weet wat je doet. Zo leuk. Dus ik loop nu naar huis. Van mij naar Bo. Het is nog niet eens een minuut lopen, want we wonen echt vier huizen verderop van elkaar. Maar het was echt een superleuke avond. Wacht, ik ga even op mezelf schijnen. Joehoe. Het was echt een superleuke avond. Bo heeft helemaal tip top geregeld. Ik doe mijn tas naar huis met cadeautjes. Helemaal leuk. Het is 1 uur, ben ik blij dat ik naar huis ga. Morgen heb ik zo'n drukke dag voor de boeg. Ik weet zeker dat ik spijt ga hebben als ik nu op tijd naar huis is gaan. Dus ik ga lekker slapen. En morgen weer een superleuk dag voor de boeg. Joehoe! Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Ik ben al helemaal gefliekt voor de Christmas brunch. Kijk dit geweldige pak van mijn zwantaat. Echt een fucking ziek glitterpak. Mooie beige hakjes eronder. Beige tasje heb ik. Helemaal ready. Ik moet alleen mijn haar nog doen, maar dat ga ik op kantoor doen. Alright guys, ik ben op kantoor. Achter mij staat echt een ziek mooie tafel. Het is echt niet normaal. Check dit gewoon. Het is echt niet normaal. Hoe geweldig. Mooie taarten met 3 graafjes. Echt amazing is het. Mooie Cecile. Dit is toch top. Dit is toch top, 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 top. I love it. I love it. Dus Robin, ik ga het eens bedienen. Hè? Mooi barretje, helemaal leuk. Mooie cocktail, shit, helemaal geweldig. Hey. Mooie foto ook, hè, want influence live. Echt amazing. Dit wordt helemaal de shit. Oh my god, deze taarten. Super veel leuke plannen en ik hoop dat jullie allemaal
met ons meegenomen op deze reis. Het lijkt echt alsof we zijn getrouwd. Is het ook zo wat? Ja, ik weet het wel. Voor jullie is een heel groot narspakket aangekomen. Oh my god. Kunnen jullie dat schaaltje met die broodjes hierin? Ja, schilderen. Nee, dat doe ik niet. Oh, helemaal, het is inmiddels avond. De brunch was niet normaal leuk. Maar nu zijn we op een feestje. We zijn bij Pluk thuis. En we zijn gewoon lekker aan het zuipen. En we zijn goed gelukkig. Zo, hallo allemaal. Het is inmiddels weer maandagochtend. Mij en vlog op zondag, dat gaat gewoon niet samen. Maar in ieder geval, ik heb volgens mij genoeg gevlogd deze week. Het was echt een superleuke week met de Sinterkers en met de kerstdiner met Isabel Bo en de Booty Brunch. Echt, nou, helemaal genoten. Superleuk. Ja, ik hoop dat je de week vlog ook allemaal leuk vond. Vergeet dan zeker niet met sporten door een blauw duimpje omhoog te geven. En natuurlijk om op YouTube kanaal te abonneren. En vergeet me ook zeker niet te volgen op Instagram als je nog meer van me wil zien. Ja, heel erg bedankt voor het kijken. En see you next time. Bye!